Hallo en dag mijn beste koetjes en welkom bij een nieuwe aflevering van Wolfenstein 2, de nieuwe Colossus. We zijn een beetje gevangen genomen door vrouw Engel hier zo, samen met de verzetsleider Calorine Becker die daar ligt. En Wyatt die daar staat. En dat is daar vrouw Engel en die wil is ons aan het beledigen. En dan komt daar een nazi met een bijl aan, dus dat gaat interessant wat er gaat gebeuren. Het gaat helemaal stuk om ons. Everyone will see what a useless joke you are. Los last. Dankeschön. En dan moeten we zeker keus gaan maken wie we nog gaan onthouden ofzo. Of ze gaan gewoon Carolyn onthouden, dat kan ook. Oeh, tok. En die is weer knocked out. Oh nee. Toch wel dat de brandbel. Het is niet eens een executie bij of zo. Ik dacht dat je ze vrij zou laten. Maar dat doe ik dan. Ik bevrije je kop van je schouder. Ja, dat is oké, dat zien. Het zeug gaat haar aan het hoofden. Du hast mein Tagebuch gelesen. Leg mich ab! Köpfe sie! Oder du kannst dich auf was gefasst machen. Los! Los, los! Gaat ze doen, though. Gaat ze doen. Iedereen is er aan het aanmoedigen. Shit. Verstehst du nicht, in was für eine Lage du mich bringst? Ich bin verpflichtet, das zu melden. Du hattest kein Recht. Hat sie eine Tochter onthoofd? Ah nein, das geht dann bei ver. Caroline Becker. Nein, das geht sie einfach nur noch nicht. Dat is ook niet zo'n plan, maar ik heb niet wat benen meer. Oh shit, ze gaat een secret one-liner doen. Oeh, holy shit. God damn. Dat is pittig bruut. Maar ze is wel meteen dood. Jesus. One moment she was here, and now she's gone. Ja, dat gaat nog wel gauw als je iemands hoofd eraf hakt. Oh god. Deze game. Jesus. Gaat ze dat hoofd gooien? Oh. Oh man. Sick. Wow, bitch clap. Fucking drama hier in Naziland. Zwing mich nicht. Zwischen dir und meiner Überzeugung zu wählen. Denn du wirst verlieren. Oh, wat is hij nou weer? Oh, hij stapt het hoofd. Oh, jeez. Ah, jammer dat ik dat even gemist heb. Nee, alsjeblieft niet, Wyatt. No more of this. Mutter, bitte hör auf, es reicht. Aus dem
Oh! Oh shit! Die halsen? Oh, oké. Okay. Kom, pak het wapen. Oh, het pak! Nice! De power armor. Kom op. Ik neem even de tijd, joh. Maakt het uit. Komt goed. Oh boy. Het maakt toch geen ene fuck uit. Gaat er nu... Oké, het gaat binnen de deur heen te rammen. Holy shit. Oké, okay, we kunnen dual wielden, maar dat doe ik eigenlijk nooit. Ik denk het wel, hoor, dat je oor er nog aan zit. Wat? Hey, I'm no cold-blooded killer like your mom. Thank you for this. I can help you. I can give you information. Military secrets. I can tell you how to release your U-boat. And also there are escape pods over there. I know the codes to open them. Dat zou fijn zijn. How do we release the U-boat? Door daar leidt naar de controlebay met de elektromagnetische tractorarms. Je kunt ze deactiveren van daar en dat zal je boot. Caroline, maar Caroline is eigenlijk dood. Yes. Cap, come on, go in there, find the controller bay and release our U-boat. I'm gonna stay here and defend the escape pod. Hurry back and we'll get out of here together. Let's get this. Oké, we moeten dus de controle zien te krijgen over de oude matcher. Tenminste dat wij we kunnen shit doen. Just the power armor slam to crack. Oké, we kunnen dus daar heen breken. Jump. Oké. We gaan even kijken of hier nog wat van die collectibles leggen wat ik de vorige aflevering ook verhaal, omdat ik die nog steeds een beetje aan verzamelen ben. Maar het lijkt er niet echt op momenteel. Kijken we nu nog een beetje rond in ons startgebiedje. Misschien ligt hier nog wel wat moois. Kunnen we niet gewoon even naar beneden springen hier zo? Oh cool, het is zelfs wel cool dat je hier gewoon de Eva's Hammer hier vandaan kan zien. Het is geinig gedaan. Ik kon niet iets oppakken. Ah, kogels. Oké. Okay. Ja, hier staat mijn rolstoel. Oh shit. Geinig dat ze ook nog aan gedacht hebben. We zitten dus een beetje in het... hoe noem je het ruimte? De opslagruimte van het schip lijkt wel op. Maar we moeten dus even door die dingen heen breken door dit te doen. En dat werkt wel. Carrying the torch. Oké, blijkbaar hebben we dus een achievement gekregen zojuist. Ja, hartstikke leuk allemaal. Even kijken, hier voor de rest nog wel mooi zat kunnen oppakken. Nee, een soort onderhoudsgebiedje hier zo. Ik ga proberen, als dat lukt, om... nou, het is de 16, dat moet hier erheen slaan of zo. Niet tool to open hatch, oké. Dan moeten we eens even een tool zoeken. Nou ja, een tomahawk, die doet het wel. Noem een fucking... Oh, is een fire hatchet. Oké, daar kunnen ook mee gooien volgens mij. Niet soms fire hatchet. To chop. Oké, we kunnen... Dat is dus ons nieuwe meleewapen. De vorige game was het een mes. Bij deze is het dus een bijl. Waarmee we nazi's kunnen doodmaken. Cool. Cool, het past wel een beetje bij het thema met Amerika, gezien we er later naartoe gaan. Indianen, tomahawks, you know yourself. Ja, maar dan kunnen we dus nu eindelijk nazi's gaan doodsneaken, wat mooi is, want daar ben ik zo erg van alle sneaken. Zit er nog een beetje in de tutorial missie, heb ik het idee. Ik bedoel, de enemies zijn ook niet echt super uitdagend. En oh my god, die man was zijn benen even kwijt. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon heel leuk doen met bijlen, mensen benen eraf hakken en dergelijke. We zagen net ook hoofden eraf vliegen en zo. Beide zijn goede dingen, ik hou ervan. Caroline is eigenlijk dood. Oké. Ja, ik denk dat ze toch al aardig in de hemel is, want ze is al een tijdje dood. Oh, een pistool. Hallo. Weapon selection. Dat is mooi, een damper op zo zit. Dat zou fijn zijn, we kunnen ermee sneaken. Maar ik denk dat we die testje nog niet gehad hebben of niet. Pressive, Vito, Hold, Select Weapons. Maar kun je toch ook gewoon 1 en 2 en zo doen om wapens te selecten. Inderdaad. Kijk, we kunnen ook de pistool dual wielden, maar ik doe niet zo graag een dual wielding, dus dat doen we niet. Pistool is 2 zeker of niet soms? Oh nee, zo doe je wilt zie je SMG's. Oké. Is 3 dan het pistool? 4, 5, 6, 7, 9. Oké, nou het zal wat. Oké, de 1 is het pistool. Oké, goed om te weten. Hier, dit was een beetje random ramblings van mij. Maar nu kunnen we dat tenminste gebruiken en zo. In ieder geval wat HP. Ons HP is nog steeds niet 100. Gek genoeg. Misschien dat ze nog steeds een beetje gevolgen hebben van die 5 maanden slaap die we gehad hebben. Kan nog wel eens gebeuren dat we daar nog steeds laag HP hebben. Voor mij 50 kunnen we het maximum hebben of niet? Oh, commanders. Die zijn natuurlijk ook hartstikke leuk. Wat die basically zijn, is commandanten. En die kunnen versterking oproepen. Dus je moet er snel dood hebben. Anders roepen ze versterking op en dan heb je een probleem. Odin.
Geen idee waarom het dat heet. Maar het is de naam van een Noorse god. Er is één officier tenminste dichtbij. Deze man hier zo, die staat een beetje aan die... Hoe heet het te doen? Zijn beentje weer eraf. Hoppakee. Oké, Enigma codes. Wat kunnen we daarmee? Dit is nieuw voor mij. Enigma codes. Net zoals dus... geen informatie daarvoor. Hebben we dus een Enigma code machine voor nodig. Die wij dus nog niet hebben, denk ik. Nou, we moeten dus die commandanten dus op tijd uitschakelen. Anders hebben we een beetje een probleem. Alleen hebben ze denk ik door dat er een commandant dood is. Deze man hier zo. Nog maar zijn oogjes open. Hij kijkt de wereld aan met veel plezier. Ik weet niet of we hierheen kunnen barsten. Maar ik moet even een manier zien te vinden om naar beneden te komen. Ik zie daar een... dat is een nazi, ja. En misschien kunnen we de commandant vanaf hier zien. Die hier rondloopt. We kunnen hier nog wat doen. Oh, granaten. Kijk, die zijn handig. Oh, er zit dan nog een commandant daar. Ja, inderdaad. Ik dacht eigenlijk, misschien kunnen we hier erheen breken. Maar dat kan niet. Dat is iets te hard daarvoor. Heb ik iets gemist als je al? Dan zag ik hetzelfde like daar. Dus dat gaat niet. Oh, daar is een ladder. Oké. Ja, dat is wat makkelijker. Kijk, ik wil er niet doorheen stampen. Want ik denk dat het toch aardig wat geluid produceert. Had ik er een camera? Ik weet niet of die ons opmerkt. Als hij ons ziet. Maar misschien ook wel. Oh, dat hele ding. Oh, nee. Dat is dus een beveiligingssysteem inderdaad. Ja, van de nazi's. Oh, shit. Ja, die heeft mij gezien inderdaad, ja. Oké, even die andere man uit. Waar is die officier? Daar zo. Ik wil zeggen, die nazi kreeg me zo aan. Maar ik dacht van, ziet hij me nou of niet? Ja, maar hij zag me dus wel gewoon. Oh shit, ik ga denk ik een beetje dood. Ook hebben we zetten wat armor opgepakt. Dus even terugtrekken, even op helft komen. En dan gaan we weer lekker verder met nazi's afknallen hier en daar. Oké, tenminste één van twee commandanten hebben we neergekregen. Dus dat is tenminste iets. Niet helemaal wat ik wou, want ik ben weer van het sneaken. Dus dan heb ik ze sneakers liever al bij dood. En nu moeten we heel veel nazi's al schieten. Niet dat het probleem is. Ik bedoel, dat is een beetje het hele doel van de game. Maar ik heb liever dat het... dat we ze niet hadden gehad. Weet je, dat scheelt anders. Ga ik natuurlijk niet dood, ja. Zij ze. Verdomme. En dan op zo'n goede positie zat ook. Maar blijkbaar niet. Oké, continue. Oké, laten we het nu goed doen. En laten we nu gewoon alle officieren doodsneaken. Onze officieren, maar dat zijn de commandanten. Ach ja, gebruik het gewoon allebei. Inderdaad, commandantje. Nee, we zetten de troepen niet door. Had ziek idee. Had ziek idee. Ben eraf, had ziek idee. Ik weet trouwens niet als de nazi's lijken zien van andere nazi's of ze dan erop reageren of niet. Ik kan me herinneren uit vorige game dat dat niet zo is. En oh mijn god, dat is swastika, wow. Dat kan je niet de Duitse versie van deze game vinden. Ik weet niet of er, überhaupt de Wolfenstein in Duitsland mag, volgens mij niet. Misschien met de swastika's verwijderd, maar I don't know. SMG, maar we gaan even door de luchtventilatie sneaken hier zo. We kunnen nog verder. Hopelijk tot waar die commandant zit. En dan springen we in zijn nekvel en dan hakken we zijn kopje eraf. Yes, yes. Kijk, daar loopt hij. En we kunnen hem natuurlijk gewoon headshotten. En dan zijn we er ook meteen van af natuurlijk. Maar dat is niet leuk, hè. Dat is niet leuk, jongens en meisjes. We hebben niks voor niks zo'n mooie bel gekregen. Oké, als we nu naar beneden springen, dan kunnen we hem denk ik pakken. Want ik weet niet zeker of daar nou een nazi beneden stond. Niet echt, nee. Oké. Als hij zich nu niet omdraait. Oh, dat doet hij wel. Oké. Kijkt hij ziet me niet of... Nee! Er is helemaal niemand. Oké, hij is dood. Ik denk niet dat hij iemand heeft kunnen oproepen. Hij kijkt me zo aan van, huh? Is er nou iemand boven? Ja hoor, en dan wou je versterking oproepen, maar... Not today. Oké, maar ik denk dat er nog wel wat enemies op afkomen. Die komen natuurlijk op het geschiet af en dergelijke. Maar dat doen ze juist fout. Ze konden beter wegblijven. Zoals deze man hier zo. We hebben nog wat, hè? Ja, het zieke idee. Hip firing all day. En we hebben nog aardig wat AP over ook. Wat een genot. De Enigma code oppakken, want die kunnen we ergens wel voor gebruiken. Hey, nog een nieuws. Toy Maker Open Stores in Roswell. Oké, blijkbaar is er een speelgoedmaker die heeft iets in Roswell geopend. Roswell, New Mexico. Ook al beter bekend als de plek waar dus een UFO gevonden zou zijn in de jaren 50. Die dan volgens naar Area 51 is gebracht. Maintenance worker note. Iets van een onderhoudswerker. En nog een note. Holy shit. Was dat dezelfde note, dat zou ik nog eens kijken. Ja, dat is dus inderdaad dat, ja, het is een automatisch... systeem. Die de hele wereld een beetje in de gaten houdt ofzo. Nou. Het is in ieder geval van de natie, dus het moet stuk. Ik hoop dat ze uiteindelijk het ding slopen. Ik heb zes papiertje opgepakt. Wat was dat voor papiertje? Geen idee. Dit is een manier om je collectibles zien. Inderdaad, ja, hier zo extra's. Staat niet echt bij wat ik opgepakt heb. Dus whatever. Maar ja, misschien krijgen we later af. Wat is dit voor ding? Schwetterling. Het heet een fucking vlinder. En dat ziet er zo uit. Are you kidding me? Oké, genoeg rondgekeken in deze commandokamer. Laten we verder gaan op onze nazi-jachttocht. Bakboord lichtsluizen. Achterzijde lichtsluis, denk ik dan. Kunnen we hier dan door? Nee, dat is wel heel erg klein. Of kan dat wel? Want voor mij kan je kruipen of niet soms? Nee, dat ik zien te hebben in een gameplay trailer dat het kan.
Kijk, die kant moeten we sowieso op, maar ik wil even kijken of we hier nog wat leuke goodies en dat kunnen vinden. Anders had ik kunnen vaststellen van de natie is gewoon goed. Dat ziet eruit alsof dat kan ontploffen. Daar moet ik kijken op schieten, maar ja. Dan gaat natuurlijk het schip een beetje stuk met mij erbij. En Wyatt en die zeug. Dus dat willen we ook weer niet hebben. Die zeug moet van mij weer dood. En we hebben een zonderdrijf gevonden. Nice. Gip hier. Een stormgeweer. Thanks. Ik weet dat we een soort munitie deze gebruiken. Die waarschijnlijk niet hetzelfde als van de SMG, maar toch. Pak even het pistooltje erbij. Gewoon omdat die... zo'n kleine handig wapentje. Kunnen we mensen met headshot en zo. Even allemaal granaten pakken. Het is net alsof ik een boswettle binnen ga. Voordat ik werkelijk waar de boswettle binnen wandel. Maar ik gok van niet. We gaan gewoon lekker weer door de lucht sluizen lopen. Als zijn wij een soort rat. Nou, zo goed. Vaarstel. Daar is een soort hendel die we moeten overhalen. En dan komen waarschijnlijk een heleboel boze naties uit daarna. Die pop van allemaal de hersens in. Open armory doors. Oh, dat is leuk. We gaan dus naar de wapenkamer. Daar wil ik zich naartoe. Just ready to destroy tank. Oh, we hadden het dus werkelijk waar moeten opblazen. Oké, goeie shit. We moeten dus die gastank opblazen. Nou, dat is een fijn. No shit, BJ. Natuurlijk is het explosive. Er staat zelfs op van fire gevaarlijk of zo. Er staat wel het icoontje op van als je hier vuurtje bij gooit, dan wil het wel eens boom doen. En met F gooien granaten, wat best wel daar de krop is. Normaal is het natuurlijk G. Maar dit werkt. Oh. Oké, dit viel nog best wel mee. Ik denk dat het hele schip gaat de lucht in. Of het halve schip. Maar tenminste, dit is... dit valt nog best wel mee. Ja, dat... Oh, what the hell? Ik had... Oké dan. Ik had niet verwacht dat ze me zo snel door zouden hebben. Maar dat is blijkbaar wel. Oh, ik kan natuurlijk ook dual wielden in deze game. Maar dat wil ik niet. En dan kan je niet richten door... je sights. Dat vind ik een stukje handiger. We hebben nu tenminste een mooie assault rifle hier van de nazi's. Dus die kunnen we mooi gebruiken tegen hun. Aangezien we alleen maar SMG's hebben. Maar we hebben niet... Ik wil zeggen, we hebben niet zoveel kogels voor. Maar er zitten op de 200 kogels hiermee. Dus dat komt wel goed. Alhoewel, laten we gewoon even een leuke SMG gebruiken, bedenk ik net. Want die doet even wat meer damage natuurlijk. Van dichtbij. En dan kunnen we ook een beetje bij hipfire. Dan zitten we bij Odin hier of zo. Tenminste. Boom! Zo, die verandert weer even in een gehaktstaafje. Is hij dood? Jij bent dood. We hebben natuurlijk wel wat meer kogels dan een... assault rifle om een naad te doden hiermee. Maar dat moet wel lukken. Vooral als je door het kopje schiet, dan wil ze nog doodgaan. Behalve deze man, die is een beetje koppig. Sommige deze zo, ha, het zieke idee. Door het nekje. Ja, dat voelt niet zo fijn. Hier nog wat nazi's. En daar zo. Boep. Granaatje? Ja hoor, doe maar leuk. Van laden. Holy shit, hoeveel heb ik daarop geblazen? Misschien dat ik opeens een nade kill van 6 heb. Ja, ik had natuurlijk op in de onderzeebal had ik ook wat kills met grenades. Dus dit kan ook alweer. Je krijgt een kogel in je rug als je mij niet blokkeert. Jij moet niet een beetje bij elkaar staan. Dat is niet echt handig, nee. Nee, we gaan mij niet flanken. Goed zo, blijf dan maar staan. Neem een granaatje voor de dorst. Boom. Wat zie je daar? Overcharge kills. Oké, ik heb dus heel veel AP bij me. Wat is dat daar? Wat is dit voor ding? Dit ziet er... Oh, dat is denk ik voor de kraftvaartzooi. Of hoe heet zo'n ding die we kunnen oppakken. Het is een soort laser. Nee, ik ga hem niet overgeven. wat denkt iemand nou dat ik me overgegeven terwijl ik beschoten word? Dacht het niet. Ik wil rustig geloven dat je pijn hebt. Oké, we gaan in ieder geval goed, want hier was dus die commandant die ik een scope beschoten had. Oké, is hier nog wat moois dat we kunnen pakken ofzo? Hier nog wat munitie, nooit verkeerd. Hier een soort tape die alles opneemt wat ik zeg. Door de geheime dienst ofzo, hè? Oh, zit er een buitenkant van het schip, ook altijd gezellig. Even weer de soeldrijver erbij pakken. Doe zo. Takatakak. En daar staat een soort elektrisch hek, heb ik het idee, of niet soms? Of ze allebei dood? Are you kidding me? Ik was niet eens goed aan het richten. Oh nee, ik wou het zeggen. Ze leven allebei nog. Ja, dat zie ik idee. Ja, het ziet er nogal gevaarlijk uit met al die elektriciteit die hier rondspringt. Ik heb hier een beetje betwijfels over. Nou, ga gewoon naar binnen. Fuck it. Sla er gewoon op. Release Eva's Hammer. Dat was... Oh, wacht. Er is natuurlijk een elektromagneet die dat schip omhoog... dat schip vastzet. En daarom is het dus allemaal elektrisch. Oh, die natie denkt ook. Wel, shit. We zitten vast op dit schip, wat nu? Nee, die worden dus een beetje afgemaakt. Maar dan zit ik dus vast op dit... Op de Ausmatze, dus hoe moet ik hier nou godsnaam afkomen? Oh! Oh ja, nu zakt het schip natuurlijk weer naar beneden. Oh, damn. Ja, of willen ze nu weer naar binnen komen? Als er niemand aan de roer staat, dan hebben we op zich best wel een klein probleempje.
Oh, kijk, okay, ik ga verder boven. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus is er nog iemand die een beetje controle over het roer heeft van dit schip? En waar kom ik nu van de dingen? Oh ja, dat werkt. Gewoon brute kracht het ding kapot slaan. Return to the hangar bay. Nice. I released the Eva's hammer. And I'm heading back to our people. Ik denk dat Blazkowicz een beetje hersenbeschadiging heeft. Gezien hij nog steeds loopt te lullen tegen een vrouw die al een tijdje dood is. So I can keep your wings a little. Sjoer, sjoer, ik had eigenlijk wel wat nazi's verwacht. Dus... Oh, ja, daar gaan we al. Oh, shit, dat is een... Hi? Oh, shit, hij gaat ook wegen. Hij ziet me niet, what the fuck? Oké, laten we hem heen sneaken en even een beltje in zijn rug planten, als het lukt. Ik denk niet dat het lukt trouwens, want voor mij kan je geen iets als supersoldaat dood krijgen door te sneaken. Maar we gaan het proberen, weet je. Niet geschoten, zoals het mis. En niet neergestoken is nog steeds in leven. Zo van, waar is hij nou? Ik zag hem toch net nog. What the fuck, man? Oh, als, het zo gaat, als ik hem zo kan assassinate, hè? Oh! Oh, nee. Heeft hij door? Hij heeft nog steeds niks door! Oh, wacht. Oh. Oh, ik wou het zeggen. Even een kleine frame erop. Dat is niet eerlijk. Dat werkt in zijn... Oh, shit. Hij heeft dus die lasers waar ik het over had. Oh, boy. Ik denk wanneer we hem gesloten hebben, dan krijgen wij dus ook zo'n laser. Want daarmee kan je dus door dingen heen smelten en dergelijke. Oh, boy. Doet wel aardig wat damage. Ik moet even langzaam zien te komen, want ik heb iets in zijn rug gesloopt. Voor mij is dat zijn benzinetank, of zijn dieseltank, want daarna is gebruiken diesel. Zijn er nog naast me? Oh boy! Hij staat naast me. Dat is niet best. Ik moet hem even leiden naar een explosief of zo. Want ik, daar stond daar wel een gasfles waar ik op kon schieten. Oeh, of zo. Ja, wat? Neem gewoon een granaat. Misschien dat helpt. Ik heb geen granaten meer. Typisch. Oh! Oh, ik heb er zelf opgeblazen. Goed gedaan, man. Oké, even zijn panzer oppakken. Ik word zeer gewaardeerd. Nee, ik dacht even dat het een robot was, maar het is een supersoldaat inderdaad, ja. Het is gewoon een man die erin zit. Lasergewehr. En ja, dan krijg je dus nu een laser. Oh, wacht. Oké. Oké, nice. Wat moeten we dus nu slopen ermee? Ik dacht dat dit ding dat je permanent kan vasthouden, maar dat is dus niet zo. Ah ja, je kan er dus metalen platen mee slopen. Dat is cool. Dat is pittig cool. Vooral als mensen erachter zitten en zo. En daar was dus dit ding voor, dat dacht ik dus al. Kan je hem hiermee rechargen. Zo, can we load in the charge station? Boop! Hartstikke idee. Zit hier nog nazi's achter of zo? Hallo, hallo. Kom maar naar mij. Hartstikke idee. Damn. Deze moment is dood. Oh, die is al dood. Nice. Zet er nog maar 55 kWh in, dus laten we hem eventjes rechargen. Voor de goede doel. Hartstikke idee. Nou ja, daar gaat mijn energierekening. Maar fuck it. Het is voor de goed doel. Oh, ik kan hem op charge of niet? Ja, inderdaad. Oh man, dat ding is lekker. Hoppa. Smelt, mijn natie, smelt. Waarom proberen ze het überhaupt nog? Even herladen. Nu nog wat HP, ook nooit verkeerd. Deze man is niet gesmolten. Oh, hij wacht nog. Ik denk niet dat hij nu meer gaat bewegen nu. Oké. Kunnen we hier nog even charge of zo? Ik denk het niet. Kunnen we hier nog wat geheimen inkoveren? Dat waarschijnlijk wel. Misschien is er nog wat leuks in deze kratjes dat we kunnen oppakken. Oh, panzertje is nooit verkeerd. Kogels ook niet, maar dat is niet echt nodig. Ja, dat is een ziek idee. Ja, we doen we ding wel even chargen voordat hij eigenlijk afschiet. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Het is best wel een awesome ding. Oké, die hebben blijkbaar dus niet gesloten. We zien die kant open gegaan. I don't know. Maar dat ding laat je wel lekker machtig voelen. Zoals jullie merken, alleen je moet er wel chargen natuurlijk, dat is wel weer wat minder. En moeten we op een gegeven moment droppen, denk ik. Maar ja, hier kunnen we wel leuk mee door het schip banjeren. Oké, even rechargen. Zit nog wat achter ons. Ik denk, moeten we dus die kant op of die kant op? Oh, nee, wacht, die kwam er langs. Oké. Dan gaan we dus hier langs. Wat geinige karretjes trouwens. Laat ik even kijken of we nog wat intel of iets kunnen vinden van de vijand. En dat kaart blijft de hele tijd heen en weer bewegen. Heeft dat al geen doel, maar dat doet het maar gewoon. Nee, dat is wel even geen secret hier zo, jammer.
Ik denk, ik pak even iets moois op wat ik wel kan gebruiken, maar nee, dat valt weer heel vies tegen. Hallo, nog iemand hier? Nee, oké. Of moeten we door zo'n metalen plaat heen? Nee, ik ben even kwijt waar we naartoe moeten. Dan moeten we door deze heen laseren. Nee, ook niet. Ik ben een beetje in de war. Ik denk dat we ergens een trap moeten vinden of iets in die richting, maar ik kan het momenteel even niet vinden. We moeten wel deze kant op. I don't know. Dit lijkt alsof we... Dit lijkt de goede kant op te gaan. Dit lijkt zeker de goede kant op te gaan. Oké, ja, ik was even in de war, omdat ik dacht dat dit een zijdeur was of zo. Van de plek waar we net waren. We kunnen trouwens best wel panzer hebben. Niet normaal. Dus even kijken. Op een ausmatchen door. Dan gaan we zeker naar beneden springen of zo. Dat lijkt me niet echt veilig. Oké. Wat gebeurt er? Oké, we hebben dus het officier. In dat geval gaan we weer sneaky stijl. Maar hoe drop ik dit ding? Oh, dat doe je zo. Oké, dan is het goed. Als je dus naar een ander wapen wisselt, dan drop je hem dus. Pistool aan hand. Dan gaan we eventjes wat officieren sneaken. Er staat sowieso eentje buiten daar. Dus laten we die maar even snel gooien. Is dat een officier? Ik denk het niet. Hij had wel zo'n capje op, dus het zou nog best wel eens kunnen. Maar het moet wel een beetje... Oh, die superstaat kijkt mijn kant op volgens mij. Dus laten we daar een beetje voor oppassen. Ik wil ook geen explosies of zo veroorzaken, want dat hoort zo'n officier dan weer. En die roept dan weer zijn maatjes op. Dus laten we dat maar eventjes niet doen. Hallo? Officier, bist u daar? Waar staat hij beneden? Dat kan natuurlijk ook. Aangezien nog wel een best wel vroeg level in de game is, verwacht ik niet dat ze echt moeilijk te bereiken zijn. Nog een panzertje, dankjewel. Ik ga even wat overchargen, ook niet skippen. Oh shit, honden. Die kunnen mij ruiken, denk ik. Of niet? Nee, je zag niks. Ah shit, die soort schoten wel van van het pistool. Ik was vergeten dat dit ding niet gedempt is standaard. Ach ja, dan gaan we gewoon weer lekker alle gehouders los. Even die superstaat opblazen. Staat die daar nog? Ik heb geen idee. We kunnen trouwens weer mijn laser ding oppakken. Nu ik toch al gezien ben, dan maakt dat niet zo heel veel meer uit. Kom erop, ja, bastard. Staat er eentje onder hier? Zou die op me schieten? Staat er eentje... Oh, hallo. Brrr. Doei. Er is nauwelijks genoeg van hem om een crematie mee te doen. Boom. Hartstikke... Oh, shit. Staat er eentje achter me. Oh, dat is deze grote jongen. Oh. Oh, shit. Ik denk, ik gooi hem van het schip af. Dat gelukkig niet. Maar we moeten wel bij heel passen, want dit is een grote man. Dit is een hele grote man. En voilà, doei. Doei, 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 doei. Maar dan ben ik wel mijn laser weer kwijt. Ah, jij klootzak. Ik kan ook even een beltje naar hem gooien. Is hij nou weg? Waar is hij? What the shit? Oké, hij is gewoon... Oh, hij is misschien naar beneden gevallen of zo. Dan komt hij zo meteen wel naar boven denken. Of ik heb hem gedood. Dat kan ook. Maar dat verwacht ik niet. Oh, die officier hebben we ook gedood. Want dan staat niet meer op de map. Gekkigheid allemaal. Allemaal gekkigheid. Hé, wat? Fuck dit ding. Gooi hem weg. Vind je dat pistooltje wisselen? Nou, dat is een ziek idee. Maar ja, we gaan nu onder nog even doorsneaken. Kijk, vinden we wat granaatjes en wapens en ditjes en datjes. Maar een gekke granaten trouwens. Het ziet er zo uit als een paar zijden die je naar de enemies gooit. Want ik wil van je enigma kaart. Dat is één officier, maar waar is die andere? Die wil ergens boven liggen. Oh, kijk, hier lag die. Oh, kijk, ik had dus wel gedood. Oh, oké, die supersoldaat. Ik was het niet zeker. Of heb ik precies gesmolten dat hij hier ligt? Nee, dat is ook weer niet. Waar is dan die officier? Dan moet hij hier ergens liggen, toch? Of komt hij... Oh, daar is hij, denk ik. What the fuck was dat? Oh shit, dat is nog steeds zo'n klootzak. Weet je wat? Eet de granaat. En nog één. Ik denk dat hij nu wel dood is, of niet? Nou, nu moet het wel. Ja, ik wou het zeggen. We hebben niet veel explosies. En die lancering heeft hij het vast niet overleefd. Nog wat panzer, dankjewel. En nee, ik wil niet de laser oppakken. Doei. Wee. We kunnen ook natuurlijk onderlangs. Nou, nah, we lopen gewoon hier naartoe. Oh, daar is hij. Hoe is hij daar dood gegaan? What the fuck? Misschien dat ik één keer miste met de laser of zo. Dat hij daardoor naar geraakt is. Of is hij daar helemaal naartoe geblazen? Ah, nou, het is heel raar. Maar hij is ook echt helemaal narratief is. Gek gaat deze game allemaal. Maar eens even kijken. Ik wil hieronder nog even kijken wat voor moois hier is. Misschien ligt hier nog wel een enigma code of een secret of ik veel wat. Je moet gewoon goed rondkijken in deze game. Want anders verlies je alles gauw. Zo zie je ze bij een boordkanon of iets in die richting. Want nou, er staat hier gewoon een boordkanon. Dat is het. En er staat overal munitie. Dus dan kan je toch wel concluderen dat het wel een geinig boordkanonnetje is. Die waarschijnlijk gebruikt wordt tegen ons schip. Nou, niet. Want ik begrijp er niks van. Waarom hebben ze gewoon niet het schip gesloopt? In plaats van dat ze mij wouden hebben. Dat was meer zo'n publiciteitszin dat ze mij zouden redden. En... Vangen nemen in plaats van redden. Ik bedoel, dit is niet echt een redding. Dit is meer gevangenname. Oh shit, er staat weer zo'n grote boze jongen. Zeg meneer, wilt u er eventjes mee ophouden? Oh shit, dat vond hij niet leuk. Man. Oké. Dan moeten we dus eventjes anders aanpakken. We moeten het hele stuk opnieuw doen. Zo te zien niet. Nee, echt. Het is alleen dit kleine deurtje. En dan komt daar een enemy. Die ziet mij ook gewoon meteen. Want you know. Oh shit. Oftewel, HP. Dus laat er allemaal even oppakken. Ze hebben een beetje maxed out. Oh, omdat hier ook zo'n station staat. Die HP geeft en dergelijke. Waar is die grote man? Waar ben je? Oh, daar ben je.
Woe, run, 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 run. Dodge alle lasers, als een baas. Kijk hem de moeder. Staan we hier weer? Oh, we staan hier weer. Bij dat Odin centrale. Is hij dood? Ben je dood, man? Nee, ja, hij is niet dood. Ben je dood? Oké, okay, maaspad staat op elkaar, maar dat was dus niet het geval. Kunnen we hier trouwens niet doorheen laseren? Laat me even je lasertje pakken, kerel, want dat lijkt alsof ik daar doorheen kan laseren. En heb ik gelijk? Nee, het leek alleen maar op. Naar, heel naar. Maar we moeten dus weer een beetje backtracken. Oké, okay, daar staat de deur open. Die stond net dicht, dacht ik. Hé, hey, een mooie kaart. Daar wonen wij. Hier zo, dat stipje. Dat moet Amsterdam voorstellen, denk ik. Vlugroute is... Oh, oké, okay, dit is Auschwitz. Die vliegt dus een beetje de hele wereld rond. I see, I see. Dus daarom gaan we naar Amerika, denk ik. Omdat we dus hier een beetje met dit ding gaan rondvliegen. Ook al hangt hij nu stil, natuurlijk. Omdat we omdat ze ons zeeboot hadden. Oh, shit. Oh, Seagroen, zo heette dat dikke zeug. Ik noem hem gewoon zeug, omdat ze een stuk makkelijker rond te houden. Oké, okay, laten we vluchten. Dat ding ziet er aardig krap uit en ik heb een beetje claustrofobie, dus laten we dit niet doen. Poef! Exit level. Oké, okay, dat is weer een leveltje voorbij. Ja, steeds die zieke baard trouwens. Oh, we nemen er wel de lichaam mee. Maar ja, de hoofd is een beetje gesquashed. Dus ik kan het nog niet meenemen. We kunnen het moeilijk aan elkaar... noem je dat? Krijgen of zo. Ik wou zeggen, waarom schieten ze gewoon niet? Ik denk dat het toch wel aardige vrije val is die we gaan maken, of niet soms? Jazeker. Oh, het is ook een onderzeeboot. Oké, okay, nice. En dan zijn we weer terug op de Everzamer. Ik heb een cadeautje. Er zijn nog mensen levend van het verzet, dat verbaast me. Caroline had a plan. Not to liberate the United States of America. To free the U.S. and use it as a platform to liberate the rest of the world. And this is what we are going to do for Caroline. And what about this one? Trust her. Hello. Give her a chance, I guess. She saved my life. She saved Captain Blazkowicz, too. Now, Caroline had established radio contact with an American resistance group in New York City. Now, do you allow blacks on board? Oh my god. How did that man get in here? No. Everyone is allowed on this boat. Except Nazis. And Bonafide bought again. There you go, Mr. That's right. And our first priority is to set course for New York. And... Uh-oh. Depth charges! Ik denk dat jij het bent. De Auschwitzer has been receiving messages from someone in your boat. That's how we found you. That's impossible. Section F. Nowhere. There it is, section F. But there is no section F. The maps are not accurate. We've looked and there's no door there. What if there is? What if someone is hiding in there transmitting that signal, huh? Cap, you assemble a team and investigate. I'll show you the way. It must be here. Move this locker. Huh. Astonishing. What do you see? Welded shot from the other side. Higgle it! Take this! Dat is zo'n laser. Oh, je hebt gewoon zo'n laser meegenomen. The basic concept, the design is not ayayay, it's experimental, but it will be very useful. Does this end kill Nazis? Those
sarcastically so, but I'm sure it will. I will open this when you are done, big man. Dankjewel, Bombatte. Oké, en met deze Diesel Kraftwerk wil ik graag deze aflevering beëindigen. Dan zie ik graag bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Wolfenstein 2, de New Colossus. Laat een duimpje en een fractie achter als je dit een leuke aflevering vond. Ik vond het namelijk een hartstikke leuke aflevering. We hebben wat nazi doodschoten, we hebben gesneakt. Ik vind deze zeer hartstikke leuk. Maar bij deze zeg ik, blijf bloeien beste koetjes, blijf bloeien.